zijn hier in het kader van Huisje met Geschiedenis in de Bessemerlaan. Hier achter mij een geweldig huis met geschiedenis. Wie zou hier wonen? Ik ben nieuwsgierig. Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Welkom in ons huis. Ja, vertel. We zitten aan een hele oude tafel. Ja dit was de tafel die vroeger in ons huis stond, waar ik ben geboren. En waar mijn moeder altijd iedereen ontving die sores aan de kop heeft. En die zat er aan de tafel en die praat tegen mijn moeder en ik luisterde als jong jochie. Maar ook de tafel waar wij met mijn drie zussen, mijn moeder, de katten allemaal aan zaten als we aan het eten waren. Dat doen we nu nog steeds, alleen dan nu met mijn gezin. Dus voor mij is dit een hele dierbare tafel. En er passen oneindig veel mensen aan, dat is het voordeel van een ronde tafel. En ik zie hier iets onder tafel. Ja, dat is een oude stoof. Die stoof die is ouder dan dit huis. En je ziet hier nog, zeg maar, dat de kooltjes opgebrand zijn. Dit is de oude voetenstoof van mijn oma. Die heeft mijn opa gemaakt. En die is ook al meer dan 100 jaar. Dus die is het begin 1900, 1904, 1905 zo ongeveer. Is die gemaakt. En daar stond dus altijd, heb ik ook nog meegemaakt. Want mijn oma heeft nooit de kachel gehad. Maar die had een stoof en een petroleumstelletje. En tot haar dood heeft ze zich gewassen met water wat ze warm maakte op het petroleumstelletje. Want ze wilde nooit verandering. En ze zat met de voet op de stoof. En nu zit ik erop. Ik hecht aan dit soort dingen. Omdat er zijn bij mij ook natuurlijk heel veel mensen overleden. Dus mijn zussen zijn er niet meer. Ja. Moeder niet, vader niet, oma's niet, opa's niet. Dus wat ik dan heb, ja, dat koester ik. En dat is voor mij, zie ik ze daarin terug. Dat zie ik aan de tafel, dat zie ik in de stoof, dat zie ik eigenlijk bij heel veel dingen. Waar hadden jullie het over aan deze tafel? Dit is de warmte van de familie, van het met elkaar zijn, van de gezelligheid. Maar ook strijdbaarheid. Het is de eerste keer dat mijn vrouw bij ons thuis kwam en mee at met mijn moeder en mijn zussen. Toen liep ze weg daarna met mij en zei ze, dat komt nooit meer goed tussen jullie. Maar wij voerden heel actief discussie. En dat ging dan over strijdbaarheid. Dat ging toen destijds over Shell. En dat ging over hoe we, zeg maar, van veldarbeider dan toch weer een positie kregen naar de landman. En, ja, dus dat soort strijdbare gesprekken vonden plaats. Hevige discussies. Ja. Ook gewoon maar tegen het kapitaal wat hier... Eigenlijk wel, ja. Ja, dat is altijd zo geweest. Je hebt een links hart, hè? Ja, en dat zal altijd zo blijven. Toen is deze schuur is gebouwd, allemaal keurig. En we hadden wel ruimte, we wonen hier natuurlijk met drie kinderen. Ja. Dus met z'n vijven. En we wilden nooit verhuizen, dus ik dacht, dan kunnen we beter een klein stukje bijbouwen. Dat ik wel rustig kan werken zonder de anderen te storen. Maar ook in die werkruimte zit uiteindelijk weer vol met mijn geschiedenis. Hè. Dus dit boek, ik had het net over mijn opa, die de SDAP heeft opgericht. Ja, dit is het eerste notulenboek van de SDAP, afdeling Zevenhuizen. Geweldig, en wat een mooi handschrift. Ja, dat doe ik ze niet na. De SDAP was de voorloper van de Partij van de Arbeid. Ja. En dan van de strijdbare tak, dus de activistische, de echte vooruitgangsgelovers. Die zeiden dat het beter moest worden en dat je overal doorheen moest breken om het maar beter te maken. Ja. Dus mijn moeder is natuurlijk zo'n vooruitgangskind. Die kreeg zelf nog niet de kans om haar lagere school af te maken. Ja. Moest werken op het land en heeft ons opgevoed met van niet buigen, maar er doorheen. Want jullie hebben ook recht op je positie. Ja. Ja. Heel goed. En dat is de opvoeding die mij zo dierbaar is. Dus ik kom nu op voor de machtelozen van nu. En dat zal ik altijd blijven doen. Dus als je zelf, het gaat voor mij om waar de machtigen zijn en de onmachtigen en rijken en armen, vraagt de ingrijpen van het collectief. En dat blijf ik mijn hele leven uitdragen. Hans, ik zie in dit huis ook foto's en schilderijen. Kan je daar iets over vertellen? Al die foto's en die schilderijen die hebben allemaal, zeg maar, betekenis. Dus bijvoorbeeld hier zo. Dit is een schilderij die gemaakt is door mijn oom Joop. En dat is mijn opa. En dat is dan mijn vader. Die heeft ook oom Joop getekend. En die heeft ook in het bestuur gezeten van de SDAP, maar ook van de volkshuisvesting en zo. Die is helaas overleden toen ik 1 was. En deze, dat heeft mijn dochter Sterre getekend. Dat is een portret van mij. En hier staat mijn Menno ter Braak. Dat is een bijna vergeten Nederlandse essayist. Maar die vond ik wel echt geniaal. Van oude en nieuwe christenen. Okay. Vind ik een geweldig boek, maar ook natuurlijk Carnaval der Burgers. Wat hij allemaal al zag en wat hij bedacht, is, vind ik, nog steeds even actueel. Hans, wat is dit? Dit is toekomst.
Maar ik werk natuurlijk bij het Jeugdeducatiefonds. Ja, daar hadden we het over. En met het Jeugdeducatiefonds steun ik gewoon alle kinderen die problemen hebben. En die gewoon heel veel in de mars hebben, maar die gewoon vastlopen op de een of andere manier. Ja. En die proberen we te ondersteunen via basisonderwijs. Dus ik werk met heel veel scholen, ook in Utrecht samen. En hoe meer ruimte we geven aan die docenten om ook gewoon een bed te kunnen kopen voor een kind zonder verder vragen te stellen als zij vinden dat het nodig is. Dus te meer kinderen we helpen en dat verdienen ze. En deze bus is gemaakt door onze ambassadeur van het Jeugdeducatiefonds. Super creatieve man. Dus ik heb hem gisteravond kreeg ik hem. Ik moet hem nu alleen nog eerst een plekje geven. Het is een oude melkbus. Ja. En ik kan je vertellen, daar kan wel heel veel geld in. Ja, ja, zeker. Als mensen het Jeugdeducatiefonds willen steunen, wat moeten ze dan doen? Nou, het Jeugdeducatiefonds opzoeken en dan kan je gewoon geld overmaken aan het Jeugdeducatiefonds. En dat komt niet bij mij, maar dat komt voor de kinderen. Want ik ben heel knijterig, er gaat haast niks naar organisatiekosten. Ik wil het gewoon zoveel mogelijk geld inzamelen rechtstreeks voor de kinderen, dus om die te helpen. Hans, dus? De strijd stopt niet. De strijd gaat altijd door.